Hallo en de reuzentomaat. Volk, 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 stuiter, ollo, stuiter, ollo. Ollo, het dappere blubberuitje. Hij is behulpzaam en speelt blij. Knijp en knijp, hij is van klei. Ollo, de vrolijke blubberblub. Is je leuke vriend en zonder vallei. Wie is er altijd als de kippenbij? Welke bal is een beetje klein, maar zijn schat dat wordt al op zijn heen. Stuiter, ollo, kom daarbij. Om hem te helpen hoef je maar te klikken. Zit je een beetje in een dal, spring dan op en roep de bal. Stuiter, ollo, kom daarbij. Opties. Stoppen. Nieuw spel. Spelvolume. Muziekvolume. Dialoog. Ondertiteling. Hoofdstuk 1. Het was een zonnige morgen in Zonnevallei. Zo zijn de meeste ochtenden in Zonnevallei. Ollo sliep vredig, maar nu moest hij opstaan. Ollo had eerst geen zin om op te staan, maar toen herinnerde hij zich dat hij vandaag zijn vriendin Roos zou helpen in haar tuin. Ollo mocht Roos heel graag en tenieren was leuk. Hij popelde om erheen te gaan. Op weg naar het huis van Roos kwam Ollo zijn vriendin Lottie tegen, die een probleempje had. Het zijn die verdraaide ballonnen, Ollo. Lottie bracht een lading ballonnen naar de kermis in Zonnevallei, maar ze vlogen voortdurend uit haar vrachtwagen. Had ik maar iets om de ballonnen in de vrachtwagen te houden terwijl ik rijd, dan zou ik blij zijn. Ollo vroeg zich af of hij iets had wat haar kon helpen. Welke groep bestaat uit 3? Goed zo. Lottie was de baas van het koeriersbedrijf De Haastige Haas en vervoerde allerlei dingen in Zonnevallei. Ik lever meestal dingen die niet wegvliegen. Had ik maar iets om de ballonnen in de vrachtwagen te houden terwijl ik rijd, dan zou ik blij zijn. 5. Vijf. Drie. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. Tien. Eén. Open. Dicht. Naar beneden. Naar boven. Aan. Uit. Boven. Beneden. Ollo bewaarde de sleutel van de schuur in de achtertuin altijd op zijn tafel. Hij nam de sleutel mee. Zoek de wormen met dezelfde kleur. Correct. Geef ze allemaal dezelfde kleur. Dat is correct. Oranje, geel, rood, paars, blauw. Ollo probeerde de deur van zijn schuur te openen, maar ze was op slot. Ollo maakte de schuur open met zijn sleutel. In de schuur bewaarde Ollo alles wat te groot of te vuil was om in huis te leggen. Er lagen veel spullen in de schuur.
Ollo vond zijn oude net aan een haak in een hoek van de schuur. Hij nam het voor alle zekerheid mee. Ollo gaf zijn net aan Lottie, zodat de ballonnen in de vrachtwagen bleven. Bedankt, Ollo. Dat is perfect. Nu kan ik deze schatjes naar de kermis brengen. Lottie was niet de beste autobestuurster in Zonnevallei, maar wel de snelste. 5. Welke groep bestaat uit 4? Goed zo. Nu hij Lottie geholpen had met haar ballonprobleem, kon Ollo Roos eindelijk helpen tuinieren. Hoofdstuk 2. Ollo ging zijn vriendin Roos helpen in haar tuin. Ollo, ik ben zo blij dat je er bent. Roos was heel blij Ollo te zien. Ze popelde om hem te vertellen over haar speciale project voor de kermis in Zonnevallei. We gaan de grootste tomaat van de vallei kweken. Ze zal zeker de eerste prijs wegkapen. Roos vertelde altijd heel enthousiast over tomaten of wedstrijden. Roos kon haar tuin niet verlaten. Ik moet op mijn worteltjes letten. Dus moest Ollo haar van alles brengen. Hier, bekijk dit lijstje even. Ollo zocht een hark, een tomatenzaadje en een gieter, zodat Roos haar tomaat kon kweken. Schiet nu op en bezorg me die dingen, zodat we die tomaat kunnen kweken. Ollo vroeg Roos welke soort tomaat ze wou kweken. Ze heette rode... nog iets. Ik herinner het me niet meer. Ik heb erover gelezen in een artikel. We zullen onze winnende reuze tomaat in mijn tuin kweken. In de brievenbus van Roos zat een exemplaar van De Zaadkweker. Daarin stond een artikel over een nieuw soort tomaat, Rode Donder genaamd. Ollo besloot dat hij het tijdschrift moest meenemen. Welke groep heeft er meer? Correct. Welke groep heeft er minder? Goed zo. 1, 2, 3, 4... Ollo begroette zijn vriendin Penny, een binnenhuisarchitecte die in het bos woonde. Dag Ollo, blij je te zien. Penny was haar nest altijd aan het herinrichten, hoewel ze geen meubels had. De hoeken tussen de takken moeten precies kloppen. Welke is korter? Goed zo. Welke is het grootst? Dat is correct. Groot. Klein. Groot. Ollo wou zijn vriend Wally bezoeken, maar de poort was dicht en er was niemand thuis. Het pad naar het moeras was versperd. Ollo vond de hark van Roos op het terrein van de kermis. Hij besloot dat iemand die vast geleend had toen de kermis opgebouwd werd. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. De kermis werd nog altijd opgebouwd, dus mocht er nog niemand naar binnen. 5, 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, 1. De amusementsruimte op de kermis was nog altijd in aanbouw. Ollo wou Pipo de clown een bezoekje brengen, maar zijn deur was dicht. Hij zou later wel eens terugkomen. De ophaalbrug was omhoog om een paar zwanen door te laten. Ollo vond ze heel mooi. Ollo vond de lievelingsschieter van Roos bij een limonadekreek. Roos liet voortdurend dingen rondslingeren en vergat waar ze ze gelaten had. 4. 4. 3. 2. Boer Bart was de grootste importeur van zaad in Zonnevallei. Hij had allerlei soorten zaad voor bomen, struiken, groenten, bloemen, noem maar op. Dus vroeg Ollo hem een tomatenzaadje. Zeker, Ollo. Welk soort tomatenzaad heb je nodig? Boer Bart legde uit dat er verschillende soorten tomaten bestonden en dat elke soort uit een verschillend soort zaad voortkwam. Hij moest dus weten welk soort tomaat Roos en Ollo wilden kweken. Misschien kun je me een foto of zo bezorgen. Ollo vroeg boer Bart nog eens naar tomatenzaadjes. Soms staan ze in de vaktijdschriften. Twee. Vier. Zes. Acht. Tien. Twaalf. Veertien. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2. Tel tot 33, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, correct. Ha 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 ha.
Tel tot 100. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. Goed zo. Een paar kinderen waren honkbal aan het spelen op het veld. Ollo besloot dat hij ze maar beter niet kon storen. Ollo vroeg boer Bart nog eens naar tomatenzaadjes. Soms staan ze in de vaktijdschriften. Ollo gaf het zaadtijdschrift aan boer Bart en zei dat hij een roze tomaat wilde kweken zoals die in het artikel. Rode donder? Zeker weten, Ollo. Die zijn enorm. Ollo zei dat ze een reuzengrote wilde, dus gaf boer Bart hem een zaadje. Waar ligt dat zaad nu ook alweer? Aha, hier ligt het. Rode donder. Het zaadje was bijna even groot als een gewone tomaat. Voorzichtig, Ollo. Deze tomaten bevinden zich nog in een experimentele fase. Twee. Eén. Drie. Vier. Eén. Ollo gaf roze tomatenzaadje dat hij van boer Bart gekregen had. Bedankt, Ollo. Dat zullen we nodig hebben om onze kolossale tomaat te kweken voor de kermis. Ollo heeft alles verzameld, zodat Roos haar tomaat kan kweken. Ollo gaf Roos de hark. Tjonge, bedankt. We zijn bijna klaar om die tomaat te kweken. Ollo heeft alles verzameld, zodat Roos haar tomaat kan kweken. Ollo gaf Roos de gieter. We hebben alles. Oké, Ollo, we gaan een tomaat kweken. Ziezo, nu komt het moeilijkste. Wachten tot ze groeit. Ze hoefden niet lang te wachten. Rode dondertomaten zijn niet alleen groot, ze groeien ook razendsnel. Misschien is dit een beetje te groot. Pas op! De roostomaat rolde de zonnevallei en veroorzaakte allerlei problemen. Roos maakte zich een beetje zorgen. Oh nee! Het is een ramp, een grote ramp! En het is allemaal mijn schuld. Oh nee. Ollo stelde haar gerust en zei dat hij zou gaan kijken of iemand hulp nodig had. Oké, dat is goed. Heel goed. Ik kan maar beter hier blijven. Voor het geval de tomaat terugkomt.